lekkere donut te pakken. Gaan we naar de shit toe? Ja! Goeie tekst uit je hoofd. Dan werd ik ochtends de hele dag bezig. Goed gedaan. Gaat het nog goed? Wow, wat is dat? Welkom weer in deze nieuwe vlog. Het is jawel woensdagochtend, de laatste draaidag van de film waar Lucille mee mag spelen, Expeditie Vos. En dan hebben we vandaag de laatste opnames voor deze week. Lucille heeft nog wel twee andere draaidagen, maar die zijn in een andere week. En vandaag gaan we de scènes opnemen in de Bosrijkhuisjes, want je bent natuurlijk met jouw familie in Bosrijk. Even nog lekker een ontbijtje eten en dan zo meteen op naar de filmset. Het is nog donker, maar we lopen hier over het Bosrijk huisjes gebeuren naar dat huisje toe. Want daar is eerst de make-up. En dan gaat Lucilla haar kleertjes aankrijgen van Sarah weer. Dan hebben we hier de kleertjes van Lucilla weer met natuurlijk de warme thermokleren. Kijk eens, mag je die eerst aandoen? Sarah heeft de outfit weer aan. En ze zit weer in haar make-up. En we gaan jouw haartjes weer mooi vlechten. En weer even een beetje poederen. Niet dat het heel erg nodig is, maar voor het idee. Nou gaan we naar de shit toe, waar we gaan filmen. Je hebt je warme zakje weer. Dan gaan je handjes warm worden. Oeh, die is inderdaad wel lekker warm. Die mag je in je zak doen, in je jaszak. Dan wordt je jaszak ook lekker warm. Neem de finishing touch. Plukje mooi. Ja, de kleine puntjes op de i, hè, Sil? En daar gaan ze filmen. En ik heb al gezien dat je in een heel erg leuk, super ouderwets busje op vakantie gaat. Kijk, ik weet niet of jullie hem zien. Daar staat hij. Daar ga je met de familie mee op vakantie. En daar gaan ze ook even filmen. Op vakantie? Nee, op de nepvakantie. In de film. In de film ga je op vakantie. Zie je dat? Met een busje hier op vakantie in het Efteling Bosrijkpark. Met dat leuke busje. En Lucilla heeft nu dus ook tekst. En Teun is nu de tekst aan het leren aan Lucilla. Echt super schattig. Ik ben benieuwd hoe het straks gaat. Dus doen nu even een doorloopje, zodat ze weten waar ze allemaal moeten gaan staan. Goed, Sil. Echt heel goed, liefie.
Je weet gewoon je tekst uit je hoofd. Goed hoor, het zijn best wel wat zinnetjes ook, hè, dat ze moet zeggen. Zodat opa er toch mee is. Lees je opa? Ja. Ik ook. Hij las het ons altijd voor. Ja. En als ik dan bij hem ging logeren, dan maakte hij altijd een speurtocht huis. Dan werd ik 's ochtends wakker en er lag altijd iets raars om te kussen. Ik wil even een beetje vaseline op je lippen. Nog? Ja. De hele dag bezig met het oplossen van de speurtocht. En heb je de slag gevonden? Ja, soms was het wel snoep in de stripboek. Heel goed, ik vind het echt heel knap van jou. Je doet het echt hartstikke goed. Nog één keer. Waar heb je die foto mee? Zodat opa er toch bij is. Wie is je opa? Ja. Ik ook. Hij las ons altijd voor. En als ik dan bij hem ging logeren, dan lag altijd, als ik dan 's ochtends wakker werd, lag altijd iets raars op mijn kussen. Iets wat daar niet hoorde, zoals zo'n paperclip of een rolschaats. En dat was dan de eerste aanwijzing. Dan was ik de hele dag bezig met het zoeken naar met het oplossen van de spullen. Had je toen de zat gevonden? Jazeker. Dat was dan snoep of een stripboek. Echt goed. Goed gedaan, Sil. En Luxie zit hier lekker te spelen en kinderen weer te kijken. Ik laat de hondjes even uit. Oh, heb jij een viltstift? Woezel af. Niet doen, woezel. Maak er nog even het wandelingetje uit. Dan, ja, het is hier echt wel prachtig, het bosrijk. Het is mooi, hè? Woezel vindt van alles. Nou, Lucilla eet op de set. En ik heb voor mijn liefste hier ook even een lekker broodje. Kaas, mijn eigen. Alsjeblieft. Fijn zo, hè? Ja. Alvast wat aan het editen. Kijk, en daar is Lucilla. De film aan het editen. Nee, de film aan het opnemen. Handig zo. Nou, we hadden net even een hagelbeutje. Kijk, daar is ons huis. Het varen aan Luan Lux. En Lucilla, die zit hier. Tegenover. Nou, ze zijn alweer even in het busje aan het repeteren. Kijk, dit is dan de vakantiewoning. Waar is het volgende scène zo meteen weer binnen gaan filmen. Kijk, de ene familie is nu gekomen in het busje. Waar Lucilla zat. De andere familie in de Range Rover. Dus ja, dat is wel heel erg leuk zo in het echt mee te maken. Nou, hoe gaan we met op zijn? Gaat het nog goed? Laatste stukje zijn. Dan gaan we weer bijna terug. Ga je het hier wel missen? Ja. Komen we woensdag weer terug? Ja. Nou, zet hem op. Gaan we over. Papa staat hier bij de boom. Ja? Doei. Nou, dat is dan weer het fijne van Nederland. Denk je te kunnen draaien, komt er een hele harde regenstorm. Nou, dus dan zit ik hier weer even schuin. Lucilla zit weer in het busje. Alle acteurs zitten in de auto's te hopen dat de hagelbui met de regen snel weer voorbij is. Dat is het leven van een filmster. Tot op Lucilla. Daar zit ze. In de bus. Dag huisje. Dag.
We rijden nu het park af en we gaan nu naar Lucilla toe. Die zit in het restaurant en daar zien we elkaar weer. Daar is ze aan het lunchen en wij checken nu even het huisje uit. En dan gaan we weer door. Hoe vond je het vandaag? Leuk, maar ik vind het wel jammer dat we nu naar huis gaan. Vind je het jammer? Mm-hmm. Vond je het zo leuk? Ja. En je hebt ook heel erg leuk met Levi vandaag op de set gedaan. Hè? Levi, heeft jou, Levi is de hoofdrolspeler, die speelt Teun. En Teun is de broer in de video. Heb je nog een microfoontje? Ja. Oh, echt waar? Ach, kijk, Lucille heeft nog een microfoontje om. Nou, dan moeten we die zo ook nog even afdoen. En Teun heeft jou heel goed geholpen met jouw tekst te leren. Want Lucille had vandaag tekst in de film. Maar ik moest ook één tekstje net bij de spookhuis doen. Oh, en wat moest je zeggen dan? Ik vond het helemaal niet eng. Ik vond het helemaal niet eng. Dat was jouw tekst net. Ja. Oh, en straks had je ook best wel veel tekst. Ja, heel veel. Heel veel tekst. En heeft Levi samen met jou geoefend, hè? Ja. Heel vaak, wel 20 keer. En toen kon jij het heel goed. Mm-hmm. Echt super trots op jou. Soms ben ik wel vergeten. Soms ja, maar iedereen vergeet het wel eens even. Dan moet je even nadenken en dan weet je de tekst weer. Ja? Maar ik ben vaak wel vergeten dat ik eerst... En ik ook moet zeggen, maar ik ben wel vergeten dat ik... Oh ja, nu heb ik het ook al vergeten. En dat is het leuke van een film. Dan doe je gewoon nog een keertje en dan kun je het wel, dan kun je het wel weer onthouden. Ja, maar als je nou, maar als je nog niemand aan het vertelt, dan je weet het toch niet. Nee, dan moet je eerst even weten wat je tekst is. Hè? Maar eerst even, dan heb ik allemaal tekstboekjes lopen hier op de set rond. Ik heb geen boekje. Nee, maar die hebben ze aan jou wel even gegeven. Mocht je even lenen van iemand anders, van Levi, hè? Die had een tekstboekje. Je kan toch nog niet lezen, dus dan vertellen ze het jou. Maar dan moet het wel ook bij Levi staan. Ja, dat staat ook bij Levi. Maar want die groene is alleen van Levi en die alleen zonder groene is van mij. Ja, Levi had met een marker zijn tekst gemarkeerd, zodat hij goed kan zien wat zijn tekst is. Ik ga nu eventjes de kleren van Lucilla weer terugbrengen naar het huisje waar de outfits allemaal hangen. En dan kan ze haar eigen kleren weer aan. En dan gaan we weer, Lucilla. Dan is het nu afgelopen. Nee. Je vond het wel leuk, hè? Voor deze week. Ja, het zit er nog niet helemaal op, schatje. Je hebt nog een paar dagen. Liefie. Lucilla zit helemaal onder de snoertjes. Dat is het microfoontje. Ja. Waarin jij jouw tekst kon horen in de film. Zeg maar hallo, meneer de Gluisman. Ik denk dat hij je nog wel hoort. Hallo, meneer de Gluisman. Wij hebben nog niet Mickey dinges op. Nee, je hebt geen microfoontje, maar hun daar op de set hebben wel microfoontjes op hun hoofd. Optie. En dan kunnen ze jou zo horen. Kijk, dan zit hier een zakje en daar zit dan het microfoontje in. Oh, kijk, dat is grappig. Dat gaat er helemaal met een draadje zo. Moet ik streeuwen? Ja, maar dan heeft hij in zijn oren een piep, denk ik. Als jij... Nee, ik moet streeuwen. Ah! Ik hoop dat hij uitstond. Ja, Oh, je bent helemaal laag nu. Volgens mij moet het tijd om te chillen. We gaan lekker de auto in. Dan zeg je doei doei tot volgende week. Ik wil weer blijven. Ja. Wij zitten weer in de auto en we gaan nu even een locatie kijken. Voor Luan's derde liedje. Om zijn videoclip op te nemen. Die komt er ook weer aan. In maart komt zijn liedje uit. Het is voor ons 2 uur rijden voor waar we nu zijn. En dit was toch in de buurt. Vandaar dat we zoiets hadden van, weet je, we rijden meteen even langs die locatie. Want dat scheelt voor ons weer 2 uur rijden heen en weer. Vandaar dat we op de terugweg naar huis even hier langs gaan. Volgens mij moeten we er zijn. Ik ga hier niet... Ik weet niet wat ik er allemaal van ga met filmen. Maar ik moet ook een beetje nieuwsgierig blijven voor jullie. Maar wellicht dat we een kleine sneak preview aan jullie kunnen laten zien. Maar volgens mij zijn we er. Ja. Maar ik wil gewoon vanop. Ziet dit er leuk uit, jongens? Ja. Wow, zie dat daar. Wow, wat is dat? Heb je dat gezien? Een waterval. Wow. Oh, dit ziet er heel erg leuk uit. Kijk. Oh, wow. Wat leuk. Dit is echt vet. Kom maar weg in het... Vind je het cool? Chill. Heel erg goed, ja. Woesel en Pip worden gek van dit kleedje. Kijk dan. Een zwijntje. Hoezo, Pip? Dat is een echt zwijntje, Pip. Oh ja, ik zie het aan de... Ah, dit is echt... Dit wordt echt... Kijk toch. Oh. En die deed open haard. Ik zie daar de tweede staan. Ja. Kijk, als je eventjes wil opwarmen, kan je hier bij het open haardje zitten. Oh. Kijk, Sil. Dat is een mooi open haardje. Hé, hey, maar kijk, Luxie. Dat waren de Indianen. Dit is inderdaad een hele oude Indianen tekening van vroeger.
Lekker warm vuurtje. Oh, lekker. Bestonden die aan vroeger? Ja, zeker, schatje. Die bestonden zeker. Dat is geen sprookje. En cowboys ook. En cowboys bestonden ook. Ja hoor. Nooit van ooit. Wat is die? Wat is die? Komt het zo, Afrika? Maar die hoorde dan, kreeg dan. Aan Woesel en Pip weer een zwijntje gevonden. Ja, maar kijk op die hoorden. Ja, cool hè? Ja. Ja. Is dit een podium, jongen? En hier komt Luan Bellinga met zijn derde nummer. En zijn zusje die komt meedansen. Woehoe! De meneer die hier met ons dit rondleidt, die heeft het dus allemaal helemaal zelf gebouwd allemaal. Hij heeft alles zelf gemaakt. Ja. Is het zijn uppie? Nou, is zijn uppie denk ik niet. Maar ik denk wel alles zelf ontworpen en helemaal zo vormgegeven. Knap, hè? En dan zie je een steen voor en dan die lamp. Ja, leuk, hè? Mooie Lux. 1, 2, jump. Wow. Goed, man. Dat zit nog een keer. Kijk. Oeh. Dit is ook nu heel erg zo houtachtig. Heel hout, ja. Alles is van hout. Helemaal zelf gemaakt allemaal. Ja. Oh, kijk. Echt met die klapdeurtjes. Dit is echt de saloon. De saloon, ja. Ja, kijk ja, uit. Dat is ook. Dankjewel, jongen. Kijk. Oh. Heel leuk. Kijk, dat is een bar. Wat was dat vroeger, Luan? Vind je ervan, jongen? Wel weer een mooie locatie. Ja, dit is de wei voor de paardjes, denk ik, ja. Zeker met de natuur. Ja. Hallo. Ja, leuk hè? Hotel. Dit is de Hoefsmid of zo? Ja, de Blacksmith. Blacksmith. Oh ja. Leuk. Ja. Woezel een nieuwe Hoefsmid. Woezel. Weet je, Woezel even een nieuwe Hoefsmid? Die was gewoon een wijk. De Hoefsmid. De Hoefsmid, jongen. Mama. Ja? Is dit leuk? Ja. Leuk, jongens. Heel erg cool weer. Oh man. Deze is ouder dan. Ja, echt ouderwetse ouder hè? Ja, dat is een echte cowboy zadel. Ja? Denk je dat daar bovenop? Ik denk dat dat. Ja, misschien voor de film, ik weet het niet. Kijk dan mooi. Hier hebben we de. Wat is dit, kinderen? De boevengevangenis. Kijk, er zit er ook iemand. Oeh, daar zit er. Ik heb hem op slot. Goed zo, jongen. Zit hij goed gevangen, hè? Deurtje dicht. Ja, deurtje dicht. Ja? Het is een poppen, schatje. Dat heb jij goed gezien, hoor. Hé, Luan, sta je daar op het hotel, jongen? Dit is wat goed. Is dat mooi uitzicht? Kijk eens. Ja, en hier doen ze de was. Je mag kijken. Dat zijn oude kleren, hè? Had de wasman geen wasmachine? Ja, nu ze er was. Kijk, dan hingen ze daar. De oude spijkerbroeken. Gedrogen. Ah, super. Ik weet niet of dit nog goed sterk is. Ja, jeans record hangen. 4,20 seconden. Nou, papa, jij mag ook meedoen met je record. Hé, hey, Luan. Lucilla, weet je wat vroeger de onderbroeken waren? Nou. Dat. Deze. Dat soort grote dingen was een onderbroek. Luxie, die pas uit. Luxie. Is dat een onderbroek? Ja, vroeger de onderbroeken. Luxie, die pas uit. Maar onderbroeken zijn iets van zo. Ja, nu ja. Maar vroeger hadden ze dat als onderbroek. Mama, dit mooie kant. Ja. En een hemdje. Ja, mooi hè. En man, die is wel heel oud. Ja, die was voor papa. Ja. Wauw. Gaat Luxie ook zingen? Wat mooi, Luxie. En dansen. Oh, schatje. Vind je dit ook zo leuk? Ja. En Lucilla die zit op de piano in de saloon. Goed, zo noem je dat, hè, hier. Mooi, liefie. Heel mooi, hè. En Luan heeft de lamp gevonden. Luan, er is eten. Oh, hallo. Ik denk dat komt er naar bovenuit.
je. We zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Tot morgen. Tot morgen. Voeg je hart, boom boom mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee.